Welkom bij alweer de tweede aflevering van Schapenvacht, het programma waarin we de kledingstijl van de Dordtenaren onder de loep nemen. Hoe lang staat zij voor de spiegel en waar let hij op tijdens het kopen van zijn kleding? We beginnen deze week met de 18-jarige Zoe. Kun je wat vertellen over je kledingstijl? Ja, 2 jaar ken ik deze stijl. Ik voel me gewoon fijn in deze stijl en... Ja, ik ben zoals ik ben. Ja, heel leuk. Maar wat voor stijl is het precies? Ja, alternatief valt het onder. Ik ben niet echt dotter. Ik ben absoluut geen emo. Dus, ik ben soms best wel van die extreme dingen. Dat heb ik nou op dit moment niet aan. Maar gewoon een beetje simpel. Maar ik ben wel dol op die dingen met die ritsen erin. En mezelf dol op spikes. En waar haal je deze, laat ik zeggen, alternatieve kleding vandaan? Ja, die gothicwinkeltjes, hè. Amsterdam, hier hebben ze niet zoveel. Mijn spullen komen meestal uit Amsterdam op internet, de laatste of zo. Ik ben gewoon anders dan andere mensen. De tweede slachtoffer is Michael, een vriend van Zoe. Ze hebben elkaar dezelfde middag bij toeval ontmoet in Dordrecht en zijn samen de stad ingegaan. Hoe zou jij je stijl omschrijven? Ik heb alle verschillende stijlen. Punk... punk, gothic, victoriaans, middeleeuws. Ik draag eigenlijk bijna alles. Zeg, en hoe lang doe je er nou over om jezelf op te maken? Met make-up en zo, een klein half uurtje of zo. En met haarborstelen, 5 minuten. Zodra ik mijn haar los heb, dan lijkt het bijna alsof er een soort wolf uit mijn lijf wil springen. En sommige mensen zeggen ook dat ze bijna in mijn gezicht gewoon ook echt een wolf zien. Of wat dan ook, weet ik niet. Mijn ogen spreken zo. En waar haalt deze wolf zijn schaapskleding vandaan? Diablo, al ben ik er geen eens geweest, maar ik weet niet of die goed is. En een of andere winkel in Maastricht. En in Leiden heb je de Basta en de Demonia, volgens mij. En de Black Widow in Rotterdam. En voor de rest heb je wat spirituele winkels. Daar zit het wel heel erg vol mee hier. Volgens mij geteld iets van 8 tot 9 spirituele winkels. Ik zie mijn eigen als een kunstwerk. En als laatste maken we een praatje met deze 16-jarige dame. Waar let je op tijdens het uitzoeken van je kleding? Op kleuren en dat het wel bij elkaar past, maar het moet wel gek zijn. Waar koop je je kleding? Beatles, Coolcat in Rotterdam. Alternatieve winkels eigenlijk gewoon. Wat wil je voor statement maken met je uiterlijk? Dat anders zijn oké is. En we zijn alweer aan het einde gekomen van aflevering 2 van Schapenvacht. Tot volgende week!